Zo? Zou niet weten waarom. Dus hier gaat het allemaal gebeuren. Nou kan je laten zien wat je allemaal kan. Wat doet die vent daar nou? Dat is de baancommandant. Oh ja, dat is die kerel die we op 300 meter afstand door zijn kop heen mogen schieten. Bam, bam, bam! Kan jij nog niet eens een keer kappen met die geintjes van je? Kan jij niet eens een keer kappen met die chagrijnige kop van je, Dijkema? Jongens! Rot op! Laat hem nou maar. Wat nou laat hem nou maar? Bemoei je met je eigen zaken? Graag. Jullie zijn elkaar moed aan het inspreken, hoor ik. Absoluut, sergeant Major. Die gast in die bunkers gezien, die verdienen die schijven. Die raak ze eerder dan jij. Wat? Die gast of die schijven? En dan moet ik nog zien dat je ze raakt. Dat bepaalt de PC volgens mij. Heel goed, Eva. Leg jij deze jongen nog maar eens even uit hoe de regels hier zijn. Ik weet heel goed hoe de regels hier zijn. Wedden om een kratje bier dat ik beter ben in schieten dan jij, Dijkema? Doe niet zo belachelijk. Wedden? Jij weet net zo goed als ik dat het nog nooit is voorgekomen dat je van mij gewonnen hebt. Zo zijn we nu alweer aan het stoerdoen. Dijkema hier beweert dat hij de beste schutter is. En daar heeft Dijkema alle reden toe. Zeg, dat zullen we nog wel eens zien, hè? Morgen gaan we eerst inschieten. En dan wordt heel snel duidelijk op wie je kan rekenen en op wie niet. Doe dan maar gewoon je best. Laat zien wat je kan, ja? Ja, luid. Hallo, voorarbeiter. Bitte anfangen met zielgruppe 2. Jongens, ik heb vandaag mijn persoonlijke record verbroken. En hoe ging het met Dijkema? Floris, het is hier geen speeltuin. Straks is het Nenus. Dijkema, was het een wedstrijd of niet? Hé, hey, het ging heel behoorlijk. Dijkema, jij moet wel eens beter zien schieten. Ik kon me niet zo goed concentreren. Waarom niet? Door dat gelul om me heen. Hij heeft gelijk, Floris. Ongelooflijk, dat kan jij ouwe horen. Zit je in over de krijgsraad? Wat kan jou dat schelen? Natuurlijk kan me dat schelen. Ik word heel moe van die geintjes van je. Als we maar lol hebben. Een beetje lol hebben kan toch geen kwaad? Ben je nou weer beledigd? Morgenmiddag schieten we de teamoefening op baan 9 Charlie om 1300 uur. Morgenochtend start het eerste peloton om 800 uur in opmars op baan 3. Munitie door zorg van sergeant distributie om 700 uur. Nou, ik heb kloten geslapen. Nou, ik ook, man.
Gaan jullie voor mij even naar de verzorgingslocatie? We halen Schaar kijken voor me. Ik moet rijden voor de cc. Kijk maar. Je hebt er ook een militair rijbewijs? Ja. Ga jij even met Bouwhuis mee om een Schaar kijken voor me op te halen? Prima. Oké. We zijn nu hier. Links de poort uit. De weg helemaal blijven volgen tot je de borden ziet. Hier is de verzorgingslocatie. Het heeft wel haast, dus je moet snel terugkomen. Oké. Okay. Voor mij mag je iets minder hard rijden, hoor. We hadden haast, weet je nog? Ja, wacht even. Ik rij alleen met je meisje, beloofd dat je rustiger rijdt. Ga je toch niet mee? Doe niet zo belachelijk. Ik weet best waarom jij zo kwaad op me bent. Dat klote humeur van jou heeft in ieder geval weinig met die rechtszaak te maken. Oh. Wessel heeft mij verteld dat jij hem probeerde te chanteren met ons. Wat zei je? Je hebt me wel gehoord. Waar heb je het over? Robert-Jan, kunnen we even normaal praten? Waar heb je het over? Wessel heeft me het hele verhaal verteld. Kijk hem maar! Steun niet zo aan! Hij had het me beloofd! Ja! Beloofd! Ja! Nee, je moet hier naar rechts stoppen! Hou je kop druk! Nee, je rijdt terug, klootzak! Je rijdt fout! Twee, vier, drie, negen. Correct. Alsjeblieft, hé. Ga ze vrij! Vuur! Blackout? Als u vindt dat ik het leger uit moet, dan ga ik, kapitein. Ik heb Bouwhuis in gevaar gebracht en mezelf ook. Dat heb je inderdaad. Wat is dit voor gedrag? Eerst rijden een gestolen MB in de prak tegen een schuurtje. Vervolgens ben je betrokken bij de bedreiging van die Gerard Hobijn. En nou dit weer.
Wat heb je erop te zeggen, Dijkema? Niets, kapitein. Ik vind jou zo langzamerhand een gevaar voor je omgeving. Ik wil dat je je spullen pakt, teruggaat naar de kazerne en je meldt bij de administratie. Dan kun je vandaag nog met een 4-tonner terug naar Nederland. Als je aankomt, maak je onmiddellijk een afspraak met kapitein Verbrugge. Wij spreken elkaar verder zodra ik terug ben. Afmelden, Dijkema. Wat is er in godsnaam met die jongen aan de hand? En kom nou niet met ik weet het niet of ik kan het niet vertellen. Ik moet weten wat hierachter zit. Zolang niemand mij vertelt wat die jongen bezielt, kan ik hem ook niet helpen. Begrijp je dat, Bouwhuis? Ja? Tijn. Op de plaats rust. Ik heb met Bouwhuis gesproken. Jij denkt toch niet dat het ons ene moer kan schelen waar jouw voorkeuren naar uitgaan? Wij beoordelen jou op basis van je inzet en prestaties als soldaat. Als je dat wil, kan ik je verdedigen voor de militaire kamer. Ik denk dat ik inmiddels voldoende weet om niet op mijn bek te gaan. Wat betreft je contractverlenging, dat wordt een ander verhaal. En dat geldt ook voor de uitzending naar Bosnië. Kijk, het pleit voor je dat je onder druk toch in staat bent geweest om naar de radio te grijpen. Maar aan de andere kant zullen er ongetwijfeld ook mensen zijn die vinden dat jij juist onder druk fouten maakt. En een fout kan in deze organisatie mensenlevens kosten. Maar wat mij betreft, het is nog geen verloren zaak. Dat wou ik even zeggen. Ga maar. Kijk maar. Ik weet niet precies wat er allemaal gebeurd is, maar... Beste. Floris. Ik ben homo.